Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik gok 19 februari, maar misschien zelfs wel 20. En het is 7:30 ochtends. Het is 20 februari en het zonnetje schijnt. Oh, lekker. En ik ben echt super vroeg wakker, omdat ik dus de hele nacht nachtmerries heb gehad. We hebben gisteren Behind Her Eyes. Het is een nieuwe Netflix serie. En we hebben eergisteren of die dag ervoor zijn begonnen. Het is maar 6 afleveringen, maar wel afleveringen van bijna een uur. En het is twisted. Het sleept je helemaal mee. Je moet en zal weten wat en hoe. Dus ergens is het wel een aanrader, maar het is wel scary. Ik heb wel vrij snel nachtmerries. Ben er wel een beetje gevoelig voor. Maar deze was echt wel, zeg maar, niet één nachtmerrie wakker worden en weer slapen. Maar elke keer als ik in slaap viel, weer terug in die nachtmerrie. Dus nou ja, nu werd ik echt om 6:30 weer wakker. En toen dacht ik, ik ga even op mijn telefoon hoor. Ik ben er even helemaal klaar mee. En toen kon ik gewoon niet meer slapen. Dus toen dacht ik, ga er nu lekker uit. Goed, het ligt er nog lekker in. Dus ik doe een beetje zachtjes. Ik ga gewoon lekker werken. Een beetje huishouden doen. Het is eigenlijk ook wat chill. Want vanmiddag komt Birdie. Die komt rond een uurtje of 1. Die moest zelf ook nog wat het een en ander doen. Dus dan kan ik voor die tijd gewoon al lekker eventjes productief zijn. Ik ben wel echt brak, merk ik. Man. Maar weet je, dat het zoveel met me doet, zegt al wel iets over hoe de serie gemaakt is. En ik dacht ook nog, en dan zei ik tegen Rudik, degene die dit heeft bedacht, is zo geniaal. Zo geniaal, echt jongen. Dus, nou ja, als je daarvan houdt, dan zou ik zeggen, zeker proberen. Birdie is hier en ik wil haar reactie filmen. Als ze de kamer ziet, want ze heeft het huis nog niet echt gezien. Hallo! Altijd even checken of jij het al bij weet, hè? Je weet het nog nooit, hè? Nee, bij mij zeker niet. Nou, ik ben zo benieuwd wat je ervan vindt. Altijd een heerlijk jurkje aan. Lekker, hè? Ik dacht, ja, vandaag moet ik echt wel een jurkje aan. Want het wordt gewoon 18 graden of zo. Nee, ik denk dat het is... Hallo! Nou, daar is het zo, hè? Hé, het is minder oranje in het echt. Oh, echt? Ja, ik vind het veel verder oranje op beeld. Mooi zeg. Het is wel lekker. Hij zit ook echt lekker hoor. Bij de bank, ja, dat is wel vet hè. Ik vind het echt vet. En hij zit lekkerder dan die date. Omdat het nog zachter maakt, zeg maar. Oh, dit gewoon. Helemaal leuk. Ja. Oh. Ja, best wel veel reacties dat mensen het druk vonden. Maar ik vind het echt leuk. Ik zou hier niks weg willen halen. Ja, alleen dat roze potje staat me niet aan. Ik zou alleen maar meer bankjes erbij zitten. Ja. En ik vind zeg maar dat oranje potje heel leuk. Omdat dat dan terugkomt in de bank. Maar dan dat roze potje daaronder in die kast vind ik dan weer niet zo leuk. Maar zeg maar die dat oranje en dat geel, dat kleurt zo lekker bij dat zwart. Ja, het moet eigenlijk dezelfde kleur ook zijn. Maar ja, leuk, ik heb nog geen kaarsen gekocht. Ja, ik vind het echt super. Leuk hè, ik vind het ook heel leuk. Die bankje, oh dat kleed. En ik heb dus zelfs om Ginny's doos een kleedje gedaan, dat het er beter uitziet. Altijd maar die verrekte doos in je woonkamer. Zo, nou, je kleurt er lekker hoor. Nou, je hebt wit en zwart aan, dus dat kan gewoon. Ja, dit kan prima zo. Ja hoor, dit is gewoon een plaatje. Ik ga je nog een beetje. Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het echt, ben helemaal happy. Ja, snap ik. Het is echt... Het is echt een nieuwe woonkamer gewoon. Ja, echt gewoon helemaal anders. Helemaal anders, ja. Zijn je er al een beetje aan gewend? Helemaal, ja. Ik denk nog wel, iedere ochtend als ik de deur uitkom, dan zeg ik ook tegen hem... Ah, look how pretty. De deur, ja. Oh, ja, die deur. Goed gelukt. Ik zat natuurlijk die video vanochtend te kijken van dat eten en toen zat jij natuurlijk hier. Oh ja. Maar dan denk ik, oh ja, dat ziet echt cool. Ja, het is echt cool. Ja, ik weet niet zeker of ik hem weer wit moet maken, want hij was oranje toen ik erin kwam. En dat was gewoon oké, oranje-geel. Dus oh, ja, bedoelt, maar als je eruit... Hij heeft een hydrokorrel gevonden, dus hij is heel blij. Ja, het zou kunnen dat hij dan weer wit moet, maar ja, dan nog. Ik geniet er nu van, dus dan maak ik hem wel weer wit, joh. Helemaal druk, helemaal druk. Oké, nou. Ja, heel leuk. Ja, echt hè. Ik vind het ook. Ja, jammer dat die etensbakjes daar dan moeten staan. Maar ja, je hebt katten, weet je. En die waterfontein die ik heb besteld, die is er nog niet. Nou, niet dat die heel mooi is. Waterfontein? Ja, ik heb een waterfontein als drinkbak. Want dat raden de... Dat klinkt heel extra. Ja, nou, het is ook. Het was echt €40 dat ding of zo. Maar dat raden de dierenarts aan. En ook heel veel in de comments van ja, dan drinken ze beter.
Alleen, ik had... Waar sta ik op? Ik had niet opgelet en hij kwam pas 10 maart binnen. Oh, nou dus ja. Nou ja, best. Nou ja, het is echt top, die muur. Heb je uiteindelijk, was het 1 laag genoeg? Ja, maar ik heb wel aangestipt nog, de tweede dag. Ja, dat hadden wij de vorige keer ook. Omdat dat reliefje erin zit. Ja. Ik denk, kijk, hier bijvoorbeeld, als je heel dichtbij kijkt, dan zie je het nog. Oh, ja. Maar ja, er krijgt geen haan na, of tenminste, nee, ik niet. Nee, joh. Is die, gaat hij vandoor? Zegt hij niks? Oh, doei! Doei! Nou, wat gaat hij doen dan? Gaat hij echt gewoon weg? Wat gaat hij doen? Ja, werken. Oh. Het is zaterdag. Hij mag wel laat beginnen vandaag. Dit is. Nou, dit is. Het. Wacht dit even. Hij is helemaal niet vlot, joh. Is hij niet vlot? Nee, hij is vlot. Are you kidding me? Misschien gaat hij alleen naar de brievenbus, maar waarom dan? Are you leaving without saying goodbye? Oh. Het eten is binnen en ik kan u zeggen. Ik heb dus gisteren bij mijn ouders toevallig hamkaas op. Ik dacht altijd dat het hamkaas was. Dacht jij dat ook? Hamkaas. Nu plaats je echt een vraagstelling waar ik echt even niet weet of ik op moet reageren. Dacht jij dat het hamkaas chips was of hamkaas? Hamkaas. Ja. Hamkaas, ja. Maar dat is het niet. Wat is het dan? Het is niet kaas als in kaas. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar het is toch een hamkaas smaak? Ja, dat denk ik ook. Daarom dacht ik dat het hamkaas chips was. Maar het is hamkaas. Ik weet het niet. Hamkaas. Dit is vermoeiend. En we hebben gewoon keihard McDonald's. Stiekem zei ik ineens, heb jij ook zo'n zin in een Big Mac menu? Dus die hebben we lekker op. Wat? Ik wil altijd de koelkast aan de verkeerde kant om. Zit ik echt zo... Oh. Oh nee, hij gaat. Ja, omdraaien zou veel logischer zijn, maar daar ben ik gewoon nog nooit... Maar er zit ook geen hendel aan. Nou, die kan je er dus ook opzetten. Kijk, kijkertje. Oh, Trappy. Potverdikkie, zit je, wat zit je nou? Dat zijn servetten, vriend. Hij gaat met de servetten vandoor. Nou, als dat alles is, ja, dan kan ik hem weer... Kunnen we dat hebben? Oh, lekker knuffelen weer. Niet nu. Moet naar het eten. Nou, maar hij zit nu in twee strijd. Hij denkt, ga ik voor het eten? Of ja, ben ik, ze doet wel echt heel lekker knuffelen, hè? Ja, zo lekkertjes. Oh. Symmetrisch doe ik het ook, zo, hè? Aan beide oren precies dezelfde behandeling. Je bent pro. Hij zou je ervoor moeten betalen. Ja, jij krijgt een factuurtje, of? Oh, tuurlijk. Het afscheid is nabij. Oh, ik heb het zo moeilijk. Ja, echt, hè? Die stomme avondklok. Nou, ik ben je ook wel zat, hoor. Ja, ik ben je ook behoorlijk zat. 5 afleveringen vandaag, jongens. We hebben het niet goed gedaan. Ja, maar de quality time was wel weer... Was weer, ja, echt. Ga jij nog avondeten, denk je? Nou, nu denk ik echt nee. Maar... Ik heb nu ook, maar ik denk straks wel dat ik nog trek krijg. Maar dan neem ik wel een rappie. Ik ben helemaal van de raps tegenwoordig. Ik ben dan gewoon over 2 weken jarig. Ja... Nee, ik ga heel positief in. Stel je niet aan, 27 is toch prachtig? Ik ben volledig content met de leeftijd. Ik had met 27 echt geen moeite. Ja, maar ik heb dat altijd al gehad. Ja? Gewoon ouder worden, gewoon, ik voel me... Vind je dat confronterend dan, of zo? Omdat ik het gevoel heb dat ik niet... Ik vind 27 heel oud, omdat ik het gevoel heb, ik voel me niet 27. Nee. Al zou je zeggen, bitch... Ik zou content mee zijn als ik morgen bijvoorbeeld 23 zou worden. Of 22. Dan maar denk ik, ja. Het is daarom geef ik er niks om. Want ik weet, zelfs als ik straks 35 ben, dan voel ik me nog 20. En dan denk ik, ja, het zal mijn het worst wezen. Hoe je voelt. Ja. Maar misschien dat ik denk, ik heb niet genoeg gepresteerd of zo. Ja, ik heb dat ook wel. Ik heb dat wel inderdaad ook, wat ik dan laatst zei, van dat als ik niet binnen 8 maanden zwanger ben, dan word ik niet voor mijn 30ste moeder. En het is helemaal niet heel erg en geen vreselijk iets. Ja. Maar het is wel confronterend dat je denkt, wow, ik had vroeger niet gedacht dat ik niet voor mijn 30ste moeder zou zijn. Precies. Weet je, precies. Dat soort dingen. Ja. Ja, dat speelt zulke dingen inderdaad. Maar ja, weet je... Terwijl we zijn hartstikke gelukkig. Toch? Nee. Gaat ze hier huilen. Nee. Zitten we hier op de bank. Nee, ja, hartstikke. Hartstikke gelukkig. Ah, de bromance hier. Oh, Tijger was hem aan het likken, maar... Jammer. Nee, ja. Nee, maar weet je wat het is? Ik moet gewoon... Ik kan het niet tegenhouden. Dus ik kan het net zo goed accepteren ja, en een ja. groot feest van maken. Ja, ja, nee, dat gaat helaas ook niet. Al mijn vrienden. Corona. Uitgenodigd. Nee, ik. Het komt goed. We gaan er. Ja, we maken er wel iets leuks van. Gewoon met 3 man. Leuk. Ja, maximaal 3 man, inderdaad.
Komt goed, we gaan ervan genieten. Maar het is nu nog niet zo ver. Ik ben nu nog 26. Ga ik nu nog even van genieten. Ja. Daarom. Maar daar gaan we. Je moet het zo zien. Je kan iedere dag één iemand uitnodigen. Dus je hebt gewoon een hele week feest. Ja. Precies. Ik maak gewoon net als in Bijbelse tijden. Gewoon niet drie weken feest. Niet één dag. Gewoon fucking drie weken. Precies. Iedere dag mag er één iemand komen. Wat is dit voor tasje? Er staat op. Wie wil er nou geen wonder? Van het Katharijnenconvent. Jehovah getuigen? Nee, Katharijnenconvent. Dat was een tentoonstelling over wonderen. Oh. Maar dat was een aanradertje. Dus ik zou zeggen, bezoek allemaal het museum. Ja, dat gaat momenteel even niet. Nee, als het weer mag. Heb je ook nog goede tips? Vampire Diaries opnieuw kijken. Ja. Bedankt. Oh, jongens. Nou. Nu gaan we achterkomen of ik ben ingecheckt of uitgecheckt. Oh ja, nou, let me know. Ik zal je laten weten. Zal ik deze even weggooien? Ah nee joh, laat staan. Doe niet zo gek. Ik ga dat helemaal redden in mijn eentje. We hebben het netjes gehouden hier al. Ja, ik heb opgeruimd toen jij naar de wc ging. Kijk. Nou, dag jongens. Kusje. Kussie. Nee. Denied. Ik zei het toch. Zo, pijnlijk. Nou, oké. Okay. Jij blijft tenminste liggen. Nee, schuit op het dat. Ja, later, dag. Ik lig hier voor Pampus. Met mijn vriend. En mijn jongste zoon. En Shmali. Dat is natuurlijk een grapje. Al ben ik wel zo'n moeder. Hij is geadopteerd. Kan ik wel zeggen. Kan ik verklappen. Hoor je al die geluidjes die hij maakt? Zie je zo geluidjes te maken? Ik krijg heel veel vragen, ook in heel veel DM's per dag, of ik al iets van de voice heb gehoord. En het is zo leuk dat jullie zo meeleven, want ik krijg echt dagelijks 5 tot 10 berichten van heb je iets gehoord? En ook gewoon in mijn omgeving vragen mensen constant. Maar ik heb nog niks gehoord. Als ik iets hoor, zijn jullie absoluut de eerste. Iedereen trouwens, dan ga ik het natuurlijk van de daken schreeuwen. Maar ik weet niet of ik iets hoor. Of dat ik niks hoor. Zo van, nou, als je niks hoort, dan houdt het hier op. Of dat je sowieso een berichtje krijgt met ja of nee. Ik heb voor mezelf een soort van, omdat je dus 31 januari moest het uiterlijk ingeleverd zijn. En ik denk dat als ik dan in februari niks hoor, dus als er echt een maand overheen gaat, ja, dan denk ik dat het ophoudt. Eerlijk gezegd, dat is een beetje wat ik in mijn hoofd heb. Maar daar heb ik geen verklaring voor. Dat klonk gewoon logisch. Ja, februari loopt wel op zijn eind natuurlijk. Dus ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ik denk er ook niet zoveel aan. Gelukkig. Dat is wel fijn. En mijn zanglerares vroeg er ook nog na vrijdag. Maar ik heb ook helemaal vrede mee als dit het is. Of zo, weet je. Dan was het gewoon al heel leuk om te doen. En ja, misschien K3 soep K3. Ik denk dat ik daar echt te oud voor ben. Al zou het auditieproces misschien wel interessant zijn. Gewoon om mee te pakken. Maar ik hou wel van kinderen. Maar ik denk niet dat ik echt geschikt zou zijn voor een meisjesgroep. Nee. Niet dat ik niet goed ben met kinderen. Maar ik heb weinig kinderen in mijn omgeving. En ik ga ook weinig met kinderen om. Dus ik heb geen aangeboren talent daarvoor, denk ik. Maar nou ja, nee. Dat zie ik niet gebeuren. Maar ik ga wel gewoon door met kijken wat er eventueel is. En zeker als straks het normale leven hopelijk weer op gang komt. En het houdt niet op bij de voice, zeg maar. Ik ga echt proberen meer op te treden, kleinschalig en over die angst heen te groeien. Maar als ik iets hoor, dan horen jullie het ook. Ik denk dat jullie heel weinig zien wat een ontzettende knuffelkont hij eigenlijk is. Die is echt... Ik bedoel, Trappy is niet van deze aarde. Die moet de hele dag bij je zijn en op schoot liggen. Maar deze kan er ook echt wat van. Alleen zijn probleem is dat hij dus niet stil kan staan terwijl hij knuffelt. Hij moet heen en weer lopen. Hij wil het liefst zijn hoofd zo, ja, of hij gaat je likken. Of hij wil echt zijn hoofdje, kop natuurlijk, tegen je hand aanduwen. Maar hij moet lopen. Hij moet blijven bewegen. Hij kan niet gewoon stil gaan liggen. Dat is eigenlijk heel lastig, hè? Je bent een lastige knuffelkat. Maar wel een hele lieve. Ik lig er wel in. Want ja, ik ben gewoon super brak. Ik merk wel dat ik nu 2 dagen achter elkaar echt... Gisteren werd die viering van de bruiloft van mijn broer ook echt super veel gegeten. Super veel slechte dingen. En dan vandaag weer.
En ik heb echt last van mijn darmen. Dat ik denk, beter niet. Beter niet. Het is echt, de laatste 3 weken waren best wel gewoon heel netjes. En dit was echt, nou daar reageer ik dan dus toch gewoon op. En het verbaast me. Ik dacht dat ik best wel een doorgewinterde junkfood eter was. Maar misschien geeft mijn lijf nu toch aan dat ik ouder word. Mijn moeder zei toevallig nog gisteren. Zei, als je eenmaal 30 voorbij bent, dan is het echt allemaal niet meer zo makkelijk. Dan kun je niet meer zoveel vreten. Ik heb gisteren ook wel echt misdragen. Ik heb bijna een zak Hanka chips in mijn eentje op. Volgens mij eigenlijk gewoon helemaal. Ik heb, niet overdreven, denk 20 paaseitjes op. Ik heb een mega groot stuk slagroomtaart op. Een half Turks brood met allemaal smeersels. Was er nog meer? Nou, er stonden nog meer soorten chips op tafel waar ik ook zeker van alles heb. Oh ja, suikerpinda's heb ik ook nog echt veel op. En dan heb ik vandaag weer een zak HMK-chips, omdat ik me dus realiseerde hoe lekker ik dat vind. Gedeeld met Birdie, maar ik denk wel dat ik 2/3 op heb, eerlijk. Laten we eerlijk zijn. Een Big Mac menu. En heb ik net s'avonds dan een fruitsalade met mango, mandarijntje, banaan. Wat zat er nog meer in? Er zat nog iets in. Nou ja, weet je, om het een soort van te compenseren voor mezelf. Maar ik snap wel dat mijn darmen nu denken, pot verdikken, waar ben jij mee bezig? Dus ik ben gewoon kapot moe en ik ga lekker slapen. Excuus voor deze uitgebreide beschrijving over wat mijn maag en darmen te voortduren hebben de afgelopen 2 dagen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.